De Hyundai Tucson, kent u hem nog? De middenklasse SUV waar 10 jaar terug half Nederland in rondreed. Daarna kwam de iX35 en nu is de Hyundai terug met die Tucson. Een compleet nieuwe auto met een oude naam. Hij is groter, hij is ruimer van binnen, hij rijdt vooral een heel stuk beter. En is dit dan de SUV van het moment? Ja, de eerste generatie Tucson uit 2004, dat was echt een schot in de roos. Ja, wilde je in die tijd een middenklasse SUV rijden, ja, dan kwam je eigenlijk automatisch bij die Tucson uit. Omdat er gewoon heel weinig concurrenten waren. Ja, inmiddels zijn we dik 10 jaar verder en is dat segment echt helemaal opgeblazen. Kijk je naar de concurrentie van deze Tucson, dan kun je denken aan de Nissan Qashqai. Dat is op dit moment de meest populaire auto in dat segment. Hij is iets goedkoper dan deze Tucson. Verder de Renault Kadja, wat natuurlijk eigenlijk de tweelingbroer is van die Qashqai. Die is ook iets goedkoper. En dan heb je de Mazda CX-5. Die heeft ietsje meer vermogen en die is ook wat duurder. Want deze Tucson die begint bij €25.995. Krijg je een 1.6 met voorwielendrijving en 132 pk. Ja, en dat zal dan ook echt de meest verkochte versie worden in Nederland. Maar goed, €25.995, daar ben je er nog niet. Dan moet je eigenlijk voor een comfort gaan, dat is het derde uitrustingsniveau. Ja, want dan heb je namelijk ook navigatie. Ja, en dat wil je toch tegenwoordig hebben. Dus onthoud, comfort, derde uitrustingsniveau, dan is die Tucson echt helemaal op smaak. En er is keuze uit 3 dieselmotoren, 1.7 en 2 versies van een 2 liter. En 2 benzinemotoren. En aangezien 75% in dit segment een particulier is, rijden we vandaag een benzineversie. En dat is de nieuwe 1.6 Turbo met vierwielaandrijving, 175 pk en een automatische 7-bak met dubbele koppeling. Ja, waarom rijden we nou deze versie? Ja, die 1.6, die instappen met 132 pk, die motor kennen we. En dat is niet echt een hele lekkere motor. Die hangt niet lekker aan het gas. Die moet echt een beetje zwoegen om die auto op gang te brengen. Ja, die 1.6 Turbo die vervangt die atmosferische 2 liter motor. Prima motor was dat, maar zo'n turbomotor met heel veel koppel over een breed toerenbereik. Ja, dat rijdt gewoon hartstikke lekker in zo'n SUV. Die automaat die schakelt niet zo verfijnd en zo snel als bijvoorbeeld de DSG-bak van Volkswagen. Maar als je hem een beetje de tijd geeft, ja, is er echt prima mee te leven. Dan schakelt hij soepel, hij schakelt op de juiste momenten. En hij zorgt ervoor dat je op elk moment voldoende trekkracht hebt. Ja, en trap je nou eens een keer die kickdown in, ja, dan loeit die motor wel behoorlijk. Terwijl die voor de rest heel stil is. Dan heeft de Hyundai een hoop aandacht aan besteed. Er is veel meer isolatie gebruikt. Die motor die hangt in veel stevigere motorsteunen. Ja, en daardoor komen er heel weinig vibraties door in het interieur. En daarom is het echt een hele stille auto geworden. Het voordeel van zo'n turbomotor is natuurlijk ook dat die veel minder CO2 uitstoot, in theorie dan, waardoor die auto gewoon een stuk goedkoper is geworden. Dus wat dat betreft leren die Koreanen ook echt. Met die turbomotoren sluiten ze zich echt aan bij de Europese concurrenten. En dat zie je ook een beetje in het interieur. Elk nieuw model is echt een grote stap vooruit. Ja, dat geldt ook weer voor deze Tucson. Het ziet er gewoon keurig uit. Er valt eigenlijk weinig op aan te merken. Er zijn wel wat harde plastics, maar dit is gewoon zacht. En die draaiknoppen voelen solide aan. Er zit nu, ja, een behoorlijk goed navigatiesysteem in. Veel beter dan in zijn voorganger. Zelfs 3 keer zo snel werkt het, zegt de Hyundai. Nou ja, dat zal dan wel. Feit is in ieder geval dat het zich intuïtief laat bedienen. Het reageert snel op je input. Ja, dat is gewoon echt een heel stuk beter dan in die iX35. Er is voorin ook gewoon wat meer ruimte voor je schouders. Er zijn meer verstelmogelijkheden voor stoel en stuur. Dus dat zodat ook 2 meter lange mensen goed kunnen zitten. Ja, die kunnen ook achterin gewoon prima zitten op de achterbank. Er is plek voor 3 volwassenen. De achterbankleuning is verstelbaar. Er is zat beenruimte. En om even op zijn plek te zetten. Hij is ruimer dan een Nissan Qashqai. En ook ruimer dan een Renault Kadjar. En ongeveer even ruim als een Mazda CX-5. Er is meer ruimte, er is een mooier interieur. Hij heeft wat meer uitstraling aan de buitenkant. Maar het belangrijkste is toch wel het verbeterde rijgedrag. Die iX35, die lag echt als een dweil op de weg. Die helde enorm over, die had een hele vage besturing. Dat was eigenlijk gewoon niet een hele fijne auto om in te rijden.
Ja, die Chuson die doet dat veel beter. Die besturing biedt nog steeds geen gevoel. Maar is wel gewoon preciezer en nauwkeuriger. Je durft hem gewoon met meer vertrouwen een bocht in te sturen. Ja, en dan het onderstel. Die vering is harder, misschien zelfs wel iets te hard. Want als je over een klinker wegrijdt in een centrum, zit je echt een beetje te shaken in je stoel. Maar goed, daar krijg je enorm veel voor terug. Die demping die is ook veel progressiever. In de iX35 ging je zeg maar zo over een hobbel. En nu wordt die echt mooi opgevangen. Ja, dat is gewoon veel beter voor elkaar. Dus wat dat betreft is de Chuson echt een enorme sprong vooruit. In september staat hij bij de dealer. En mocht je in de markt zijn voor een Nissan Qashqai, voor een Renault Kadjar of een Mazda CX-5 of zelfs een Kia Sportage. Ja, dan zou ik toch zeker ook even bij de Hyundai dealer langs gaan. Want met deze Chuson zijn ze echt terug in dit segment.